get it poppin', hop to Molly. Dirty bass, we so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So, one, two, hit the booze. We on you, two, nothing to lose. So let it loose, cause the sheep don't sleep like pop, 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 pop. Drop low to the L-O. V-E, gotta get mo. So clap your hands, clap, clap your hands. Got nothing but love to give. Turned up, you don't hear me though. Here's a love for you stereo. Rijdon, nieuwe spits van ADO Den Haag, weer terug in het westen van het land. Ja, zeker. Ik was een tijdje in het oosten. Ik weer lekker terug, lekker dicht bij huis. Nou had ADO al vroeger in het seizoen ook al eerder belangstelling voor jou. Maar ja, die hoge transfersom dreigde route te eten te gooien. Ja, klopt. Op dat moment kwamen ze niet uit met de Graafschap. Uiteindelijk ben ik hier toch gekomen voor een klein bedrag. Nou ja, je noemt het een klein bedrag. Dat had alles te maken met name het feit dat de Graafschap degradeerde. Ja, klopt. Dat was de afspraak in mijn contract. We moeten nu verder. Ik ben nu lekker bij ADO. Ja. Nou, waren er meer clubs die hadden belangstelling voor jou? Waarom heeft toch ADO de doorslag gegeven? Omdat ik bij ADO de meeste kans kreeg om te spelen. En ik was nog niet klaar in Nederland voor mijn gevoel. ADO is toch voor mij een stap omhoog. Ik wil me nu bewijzen dat ik het ook in de middenmoot kan. Nou, zo dat bij ADO de roep om een scorende spits is er vooral. Legt dat niet een extra druk op jou? Nee. Legt zeker geen druk op mij. Ik weet wat ik kan. Nu moet ik nog kennis maken met de spelers. Hoe ik loop en hoe ik beweeg. En hoe hun bewegen en hoe hun de ballen willen hebben. Dat komt wel goed. We hebben er zeker vertrouwen in. Hoe is het als Amsterdammer te gaan voetballen in Den Haag? Volgens mij valt het wel mee hoor. Ik voel geen haat of zo. Ik voel alleen maar liefde. Heel goed. Nou is het zo dat ADO Den Haag het afgelopen seizoen nog wat wisselingen in de spits. Het jaar daarvoor hadden we een spits. Ja, die kwam eigenlijk uit niets en die heeft aardig furoren gemaakt. Ik denk dat jij tekent voor zo'n seizoen. Ja, daar zou ik zeker voor tekenen. Alleen ik ben een heel ander soort spits dan hem natuurlijk. Hij is een wat groot fysieke spits. Ik ga me niet vergelijken met hem. Ik ben Ruiden en hij is Boelekin. Dus. Je komt naar ADO Den Haag, los van Vito Wormgoor, ook overkomen van de Graafschap. Kende je persoonlijk al andere spelers van Den Haag? Ja, ik kende wel spelers en dan gewoon puur omdat ik al tegen ze gespeeld heb al een aantal jaren. Ik ken Charon dan van de Suriprofs. Die ging ook mee naar Suriname, dus met hem heb ik denk ik tot nu toe het meeste connectie. Denk ik. Ja. Zo komend seizoen, wat verwacht jij van een seizoen bij ADO Den Haag? Niet spoepelen tegen degradatie, neem ik aan. Nee, zeker niet. Wat ik net al zei, ik denk dat het toch wel een stap omhoog is in de middenmoot. Ik verwacht wel dat we in die regio gaan spelen. ADO heeft wat dat betreft niet slecht geboerd in de transferperiode. Goede spelers bijgekomen, ook met Eredivisie ervaring. Ja, klopt. Met Vito Wormgoor, Danny Holla. Zijn er toch wel jongens die met een jonge leeftijd of 24, 23 jaar en toch wel op hoog niveau veel aantal wedstrijden hebben gespeeld. Merk je ook die ambitie op de training al? Ja, zeker. Ik denk dat het de bedoeling is dat we die jongens een beetje mee moeten trekken en dan komt het wel goed. Als je kijkt naar ADO Den Haag, een club met een enorme grote aanhang. Ja, als je gaat scoren, dan ben je dadelijk heel snel de man hè, voor die fans. Ja, klopt. Maar dat lijkt me niet meer dan normaal. Dat is overal zo. Dat is bij Excelsior zo en bij Ajax is dat ook zo. Dus dat lijkt me niet meer dan normaal. Zo'n trainingskamp is een ideale gelegenheid om goed aan elkaar te wennen. Hè? Ja, zeker weten. Ik denk dat daar ook de trainingskamp voor is. Hoor. Het is niet alleen maar hard trainen of alleen alle kantjes eraf rennen. Het is gewoon, ik denk dat het meer om de teamgeest meer wat groter te maken, denk ik. Ja, vorig seizoen had ADO nog echt zo'n clan zeg maar, van echt Haagse jongens. Die zijn allemaal een beetje verdwenen. Het is toch een totaal ander team nu. Ja, klopt. Die jongens hebben hun transfer gemaakt.
ja, het is nu een beetje een mix van, er zitten natuurlijk wel een paar Haagse jongens bij. En een mix van bijna heel Nederland. Ja. Je hebt getekend voor een aantal jaren. Waar ligt je ambitie? Ja, mijn ambitie ik wil ooit in een Engelse competitie spelen. Of een Duitse competitie, dat ligt mij het meest, denk ik. Ja, presteren bij ADO Den Haag, er zit een vaste supporter, die heeft ook iets met sponsie. Ja, klopt. Maar ja, zoals je zei, ze zullen eerst moeten presteren bij ADO Den Haag om die stap te kunnen maken.